Hey! Als hij dit gaat doen, is hij meedogenloos. Dat kind is 4. Hou je ook van speelgoed? Ja. Ja? Doe dit niet. Doe dit niet. Yes, leuk dat jullie kijken naar de tweede aflevering alweer van Beunhaas. De eerste aflevering is natuurlijk gewonnen door moi. En daarom is Joost vandaag hier op de set om de honneurs waar te nemen. Ja, het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ja. En vandaag zijn wij de Beunhazen bij een van de allermooiste boekenwinkels ter wereld. In 2008 werd nog uitgeroepen tot de mooiste. Het is hier bij de Dominicanen. Die prijs vind ik ook een beetje mooi als je het afzet tegenover deze prijs. Want dit is natuurlijk de allerbeste prijs. Die wil je winnen. Ja. En die mogen wij namens Google vandaag gaan uitreiken. Waarom hebben ze die verdiend? Omdat zij het afgelopen jaar tijdens de crisis heel goed hebben ingespeeld op de steeds veranderende omstandigheden, zowel bij het zaken doen als bij het online gedeelte. Ja, ik ben nu heel benieuwd naar de winkel. Hopelijk wordt het een dag voor in de boeken. Laten we hem boeken. Deze week zijn we dus in Maastricht bij Boekhandel Dominicanen. De winkel is gevestigd in een eeuwenoude kerk en we hebben afgesproken met eigenaar Tom. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb minder mooie boekenwinkels in mijn leven gezien. Nou, dat valt me niet tegen. Wij gaan hier beunhazen. Ik dacht dat jullie kwamen werken. We komen de hele dag helpen. Ja, en het vak leren. Ja. Als je wil werken in de boekhandel, dan moet je vooral de klant kunnen helpen met het vinden van het boek. Dus hebben we bedacht dat jullie op zoek gaan naar een boek voor de klant. Ik geloof dat de titel is Tegengif tegen gierigheid. Ja. En ik geloof dat mevrouw... Dat is Roe, hè? Ja. Ga dan niet doen alsof je het kent, het is gewoon tekening. Nee, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik wist dat er al zo'n soort challenge zou komen. Dus ik heb even alle schappen zo uit mijn kop geleerd afgelopen weekend. Dus dit komt wel goed. Op zoek dus naar een boek over gierigheid op een plek waar ruim 40.000 boeken staan. Klaar voor de start? Af. Mevrouw. Ik ben aan het bellen. Shit. Doe het zelf. Kan eens aan? Mag eens aan? We gaan naar de klantenservice. Helemaal achteraan deze. Klantenservice. Even kijken. Ik weet gewoon namelijk dat Roe de theologie is. Roe. Thrillers, geschiedenis, godsdienst. Yes. En van Roe, toch? Roe. Ja, Roe. Caroline Roe. Roe, thrillers. Dit is onmogelijk, ouwe. Dit is veel te groot hier. Roe. R. Waar staat hij dan? Oh, hier. Dit is hem. Niks zeggen. Heeft hij nou echt niks door dat ik dit al heb? Ik zie die gozer alleen maar van links naar rechts door die zaak heen banjeren. Ja. Die moet ik hebben. Waar ligt hij? Waar kan ik dat dan zien? Waar staat hij? Ik kan hem gewoon niet vinden. Wat is er? Ik heb hem gevonden. Ik zag hem al. Ja, je hebt hem al. Maar hoe wist jij dit? Ik wist gewoon meteen, ik moet naar de sectie theologie. Ja, en dan kom je het zomaar tegen. Dit is gewoon kaartvals spelen. Ja, Joost, noem het maar vals spelen. Ik win de eerste challenge. Een nieuwe kans voor jou in ronde 2. Hoe zijn jullie met handvaardigheid op school geweest? Lezen was je beter. Jij bent heel goed met de handjes. Heel goed met de handjes. Goed zo, dan maak je behoorlijk kans. Oh. Want de tweede de challenge is cadeautjes inpakken. Eens kijken wie dat hier het snelst op de mooiste manier kan. Dit moet allemaal zo snel mogelijk, zo mooi mogelijk worden ingepakt. Ja. En die bierblikken ook? Of? Ja, die mogen niet op. Nee, oké. En dan gaat de tijd nu in. Kijk eens, neem jij nog één dish. Zie je, ik begin weer wat doe je start. Nou? Een valse start. Wat doe je nou? Dit is trouwens ook veel mooier. Dat kan toch helemaal niet? Dit is een dik lijf. Joost, ja, kan ik niet werken. De tafel is te klein. Lachen Joost. Lachen. Lachen. Zonde van het papier. Nee hoor, je wordt gewoon gebruikt. Ja, heel goed. Hou je bek dan? Zo! Zeg hier, het is wel we blijven wel een boekhandel, hè? Ja. Ja, waarom ga je schelden jij, in de jij bent aan staan notabene in een kerk. Nou jongens, weet je dat je al bijna 5 minuten onderweg bent? Ik kan me niet voorstellen. En denk jij dat die klant al dat geduld heeft? Nou, maar ik vertel altijd een leuke mop. Ja? Doe ze even. Vertel jij eens even een leuke mop aan de klant, Niels. Gaan we even kijken of we kunnen lachen. Olifant doet mee aan een toneelstuk. Wat denkt u? Toneelstuk. Ah, hij vindt hem hilarisch, zie je dat? Dus ja, goed gedaan. Ik ben benieuwd of Joost na deze ronde al in kan pakken. Inpak-expert Joyce heeft oog voor detail en beoordeelt wie van ons twee de beste inpakker is. Die is met van Joyce. Die is mooi. Die is mooi. Mooi. Dat kan ik absoluut niet goedkeuren. Sorry. Ja, maar die stickers die zijn recht. En bij die stickertjes die. Ja, maar laat het achterkant. Het gaat om de achterkant. Wat is dit? Dat zou me voor schamen. Ik vind persoonlijk deze het beste. Met de hakken over de sloot wint Joost deze ronde.
En zo is, ongelooflijk maar waar, de derde ronde opnieuw de allesbeslissende. Jullie gaan aan bijverkoop doen. Oftewel, ik koop één artikel, maar je begrijpt, winst zit in het bijverkopen van het tweede artikel. Ja. Dus we hebben wat artikelen verzameld. Als je achter de kassa staat, moet je ook herkenbaar zijn. Stikkertje, nummer twee. Nou, Niels, jij mag beginnen. Mag ik beginnen? Zeker. Aan mij de taak om af te trappen. Joost kijkt vanaf een afstandje mee hoe ik het doe. Ik heb zo'n 3 weken geleden besteld een cd. En onder welke naam? Onder Brouwers. Brouwers? Brouwers, B-R-O-U-W-I-S. Ja. Ik ga even voor u navragen. Verkopen mijn van. De informatiebalie is daar achterin. Maar is lang lopen, is warm. Misschien wel handig voor als u gaat lopen. Want het is... Het kan redelijk warm worden en u kunt stinksokken krijgen onderweg. Dit zijn speciale sokken waar u geen stinksokken van krijgt. Nee, dat hoeft niet. Bent u niet geïnteresseerd? Nee. Ik kan me niet voor. Ik heb ze zelf ook, ze werken echt als tierenlieven. Nee, wil ze niet? Nee, bedankt voor de aanbieding. Nou, weet u welk boek dit is? Dit is wel een beetje een hersenkraker. Daar kunt u het wel heel warm bij krijgen. Dus wat ik u zou aanraden, is dat u deze op uw hoofd zet. Zo, doet u die waaier aan. Ja. En dan koelt dat af en dan gaat u sneller door dit boek heen. Dit is een waaier van 18 euro of zo. Stering duur. Wilt u die erbij hebben? Nee, dank. Weet u het zeker? Ja, heel zeker. Die kan u goed gebruiken hoor. U bent ook een beetje rood, zie ik. Ja, nee dan. Nee? Nee hoor. Oké. Okay. Heel eerlijk, wel goed gevonden optie. Hey. Deze alsjeblieft. Ja, wat ga je zeggen dan? Wat ga je zeggen dan? Oh, sorry. Ja, als je te lang naar een scherm krijgt, dan kom je in een staar. Maakt helemaal niet uit. Maar daar heb ik wat voor. Misschien voor u voor de bij. Een bel. Je kunt u altijd zo meenemen in uw zak. En mochten mensen niet opletten, kunt u zo bellen. Ja, en dan ben ik er. Hij doet het. Wilt u dit erbij? Nee hoor, dankjewel. Zeker weten? Bel. Als iemand niet zit op te letten, kan je bellen. Het gaat, ja, het gaat, heel goed, gaat redelijk goed. Alleen de aanbiedingjes die krijgen we verkocht. Ja, hartstikke top. Mijn verkooptechnieken hebben helemaal niets opgeleverd. Nu is het aan Joost om zich te bewijzen. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Deze. Een boekje. Mooi boekje. Wilt u daar een tasje bij? Nee, is niet nodig. Nee, ik heb daar een hele mooie tas. Nee, is niet nodig. Kan ik ook voor 50% wegdoen? Nee, maar is niet nodig. Nee? Nee. Nee. Misschien nog een paar, heeft u een vriend? Nee. Nee? Een vader? Niet hier. Niet zo overleden. Joost. Goedendag mevrouw. Mooi boek. Heel mooi boek. Ja, de Colibri. Ook een winnaar van de Premio Sega 2020. Dat is een topboek. Topboek. Ja, goede keus. Ik heb trouwens ook nog iets heel leuks voor deze... Misschien als u nog een cadeautje wil doen. Hier. In ons... Misschien eend? Vind je die leuk? Ja. Nee. Ja? Nou, zou je het eens... Zal ik deze eend erbij doen? Nee, dit kan niet. Dat kost geld. Voor uw kleine meid? Maar ik weet niet. Zal ik hem erbij doen? Krijg je er zo bij? Nee, daar moet u wel voor betalen. Oké. Okay. Nee, dat hoeft niet dan. Nee. Oké, okay, dan niet. Maar dit kan niet. Dat kind is nu teleurgesteld. Wil je deze eend? Ja, heel graag. En nu? Nee, ja, het kost wel geld. Zegt die moeder, nee, dat doen we niet. Dit is gewoon minpunten. Je jaagt mensen gewoon jankend de tent uit. Ja, maar Niels, wat verkoop je bij een boek? Een knuffel. Een bel. Ja. Hey, leuk boek. Wilt u daar een knuffel bij? Pas op, Joost. Kleine kinderen. Pas op. Nee, Joost. Niet doen. Goedendag. Hey. Niet doen. Goedemiddag. Dankjewel. Wat een leuk boek. Lees je veel? Als hij dit gaat doen, is hij meedogenloos. Dat kind is 4. Hou je ook van speelgoed? Ja. Ja? Kom er nog. Zet dat kind nou niet in, Joost. Doe dit niet. Doe dit niet. Kijk. Hou je van speelgoed? Nee, dan hou het gewoon hierbij. Ja. Goedemiddag. Drugs. Ja. Without the hot air. Ben je van de... Ik ben benieuwd naar het boek. Ben je wat naar het boek? Ja. Hij is echt de slechtste verkoper, hoor. Weet je wat mijn drugs is? Nee. Koffie.
ben dol op koffie. Ben je ook dol op koffie? Ja, weet je wat ik echt het meest irritant vind aan als je koffie ergens koopt? Die, al die bekers waar iedereen altijd aan zit. Daar word je gek van, toch? Ik heb namelijk hier... Hier. De giraf erop. Zal ik die er gewoon bij doen? Ik hoef hem niet. Nee. Ja, maar dan heb je altijd de koffiemok bij je. Super top. Heb je geen problemen meer met als alle mensen aan je koffie zitten en zo? Nee, thanks. Nee? Dit is de eerste editie van de Hobbit. Ja. Dit is echt een hele mooie. Heel gaaf. Ik dacht, als u leest, dat u soms als vergeet dat u dan laatst gelezen had, omdat u aan een dagdromen bent. Soms, ja. Ja, dat heb ik dus ook wel eens. En daarvoor is het handig om... Wat wil jij nou zien? De paardenboekenlegger. Ben je altijd precies waar je gebleven bent? Ja. Zal ik hem erbij doen? Ja, het kan helpen, ja. Ja, het helpt gigantisch. Ik lach erbij hoor, maar het helpt gigantisch. Zal ik hem erbij doen? Ja hoor. Ja? Uit dat verkoopt. Het is 2,50 euro, dat weet ik. Ja, doen we die er gewoon bij. Oh, hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. Deze krijg ik niet makkelijk in het tasje. Nee. Nou hebben we nog een hele mooie tas hier hangen. Ja. Wilt u die erbij, zodat u er mooi erin kan doen? Ja. Wordt dat nog een keer 6,95 euro? 2,50 plus 6,50 is... Dat knippen we eruit. En de boeken. Fijne dag, hè? Nou, hoe is de beunaas? De eerste bijverkoop van de dag. Na 6 uur. Ja, het is mij erg duidelijk dat Joost deze mensen vooraf betaald heeft. Maar goed, hij heeft als enige wat bijverkocht. Laat me horen, Ton. Ja, en je kijkt al zo triomfantelijk dat ik dacht, ik ga de verliezer de troostprijs geven. Maar ja, dat word jij toch niet blij van. Dus ik ga hem toch aan Joost. Maar hij leest niet, hè? Nee, maar kijk, dit is mijn ultieme kans om hem aan het lezen te krijgen. Want hij gaat jou voorlezen uit dit boek, want dat is het boek dat jij gevonden hebt. Oh. En zo moet je het inpakken. Kijk, dit is inderdaad wel iets anders ingepakt, Niels, dan hoe jij het doet. Ja, nee, ik heb hem net ingepakt buiten de schermen. Ja. Maar goed, ik heb een prijs. Ja. Wij hebben ook iets heel leuks voor u. Ja. Jullie hebben namelijk met Boekhandel Dominicanen deze Golden Pin Award verdiend. En die hebben jullie verdiend door jullie creativiteit en online slimme activiteiten, waardoor jullie je klanten hebben blijven kunnen bedienen. Onder andere hebben jullie natuurlijk jullie bedrijfsprofiel up-to-date gehouden. Ja, maar dat is niet alles. Jullie zijn in deze coronatijd, terwijl de winkel dicht was, ook natuurlijk creatief omgegaan met de situatie. Jullie hebben een YouTube-kanaal gestart waarbij je de klanten kan informeren en entertainen via het online platform. En dat is niet alles. Jullie hebben ook nog een pop-up store gecreëerd en een afvalpunt. Dus het lijkt me hartstikke logisch. Jullie hebben dit verdiend. Ja, dat is echt fantastisch. Dankjewel. Daar hebben we misschien veel voor gedaan zonder dat we wisten dat we het daarvoor deden. Maar dan is het des te mooier dat wij deze Golden Pin Award vandaag uitgereikt mogen krijgen door twee geweldig leuke beunhazen. Dus dat ben ik heel blij mee. Hij heeft niet zo heel veel werk, dus hij zou eventueel nog in het weekend kunnen bijbeunen. Kunnen bijbeunen. Elk weekend. Jij bent... Nou ja, volgende week zijn we in ieder geval weer bij met een nieuwe aflevering van Beunhazen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer even, like de aflevering en laat even weten wat jullie van deze prachtige boekenwinkel vonden. Ja, dan zijn we volgende week gewoon weer terug. Later! Het mag duidelijk zijn dat Joost de beste boekverkoper is. Hij wint deze aflevering. We gaan natuurlijk nog veel meer bedrijven blij maken met een Golden Pin Award. Alleen dat kunnen we niet alleen, hè? We hebben handjes tekort. Ja. Dus daarom hebben we het heel ingeschakeld. Van niemand minder dan Bram, de Golden Boy. Hey! Wup! Kom erbij. Bram, in je haar, in je haar. Ja, op je hoofd, toch? Oh, in je oor. Je bent er wel van opgeknapt. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes jongen, jij kan dit. Op onze Instagram kun je Golden Boy Bram volgen. Die awards gaat uitreiken in heel Nederland.